koers af op de laatste bocht. En het is Ella Genie. Die gaat op dit moment als een winnaar. Maar op de tweede plaats zet Chiquita GS toch nog een keer de tanden op elkaar. En die komt daar wat dichterbij. Ella Genie, Chiquita GS. Dat is de tweestrijd. En aan de wijde buitenzijde komt daar Elroy Boko naar voren. Mogelijkerwijs voor plek 3. We gaan op de laatste meters. En het is Ella Genie. Die gaat het hier heel gemakkelijk winnen. Ella Genie is de winnaar. Tweede inderdaad. Chiquita GS. Derde wordt dan de 1. En dat is Elroy Boko. Ella Genie en Fred Handelaar, 4 jaar deze bruine merrie van Virtual Boko uit Rosalind Pride. Gevolgd door het bezit van de heer Wiersma. Paard wordt getraind door Bas Krebas en werd voortreffelijk gereden door Fred Handelaar. Zij winnen de Coldplay prijs, de eerste vandaag hier vanavond op de baan van Alkmaar. En dan komen ze aan de winnaars en is ook fokker-eigenaar de heer Wiersma vandaag present om als eerste Fred Handelaar de hand te schudden naar zijn mooie rit. En we hebben voor Fred een prachtige bos bloemen namens ons aller Fleur. Felicitaties gaan uit... naar de stal uit Band. Bas Krebas, de winnende trainer. De foto's zijn gemaakt. Praten we even kort bij met Fred Handelaar als het gaat. Fred, van harte. Ja, dit was probleemloos, hoewel ze de laatste keer een beetje tegenviel. Was dat jou bekend of zei Bas, het is weer goed? Ja, misschien had dat ook toen met het koersverloop wat te maken, maar... Nee, dit was natuurlijk in een klein veldje. Simpel de kop en het tempo wat druk en het laatste rondje weer gas. Nee, eenvoudig. Mooie winnaar Ella Genie, even weg geweest, weer teruggekomen inmiddels met 2 mooie zegens hier op de baan van Alkmaar. Geef hem een groot applaus. Meervoudig kampioen van Nederland Fred Handelaar en Ella Genie. De start is gevallen met grote stappen naar de leiding. Ella Genie pakt een lengtevoorsprong op Brainwave. En daarachter op de derde plaats Borkaling. Aan de binnenzijde is goed gestart Elroy Boko. En op de rug van Borkaling kan meetrekken paard nummer 7 Chiquita GS. Vooraan hebben we dan heel sterk Ella Genie. Heeft een aardige voorsprong opgebouwd van een lengte of 3. Op de tweede plaats erachter volgt dan Brainwave. Die probeert aan te sluiten bij het koppaard. Achter Brainwave is het dan aan de binnenzijde Annemiek Beekman met Elroy Boko. Maar daar komt aan de buitenkant de aanval nu van Chiquita GS. Die wil daar niet achter blijven hangen en gaat nu in het tweede spoor wat naar voren. En dat is handig voor Borkaling, want die wordt op die manier een beetje uit de wind gehouden. En zo komen de paarden dan weer in de rechte lijn voor de tribune. En gaan we straks bij het passeren van de finish nog 2 volledige rondes afleggen. Met aan kop van het veld Ella Genie. Heeft een lengte voor. Op de tweede plaats Brainwave en het eerste paard aan de buitenkant is de opkomende Chiquita GS. Aan de binnenzijde opereert Elroy Boko en daarachter Borkaling. En dat is de situatie waarbij er eigenlijk weinig positiewisselingen zijn. Ella Genie, uw grote favoriete, maakt hier op dit moment het tempo. En het tempo is bepaald niet hoog. Op de tweede plaats hebben we dan paard nummer 4 Brainwave. Aan de buitenzijde krijgt Chiquita GS geen makkelijke koers. Maar goed, dat was vrijwillig. Dus wie weet wat er te halen valt. En aan de binnenzijde daarachter is het nummer 1 van Elroy Boko. En aansluiting is er nog altijd voor paard nummer 5 Borkaling. Door de bocht, zo dadelijk op weg naar de rechte lijn voor de tribune met nog altijd dezelfde koploper Ella Genie. En die gaat hier als een groot vorstin aan de leiding. Op de tweede plaats hebben we dan Brainwave. En achter Brainwave aan de buitenzijde Chiquita GS. Het is de merrieparade op dit moment en de ruintjes die vinden we erachter. Met aan de binnenzijde Elroy Boko en in het tweede spoor Borkaling. Paarden gaan langs de rechter, straks nog een ronde te gaan. En nu komt Chiquita GS aan de buitenzijde een beetje ernst van de zaak maken. En die doemt op tot schuin naast de koploper Ella Genie. Maar Ella Genie die gaat versnellen. Ella Genie loopt wat weg van het veld. Op de tweede plaats Chiquita GS. Brainwave aan de binnenkant probeert de reling te houden. Probeert te voorkomen dat Chiquita GS die reling kan innemen. Maar kan dat niet voorkomen. En vanuit de staart van het veld komt zo langzamerhand de aanval van Borkaling. En een hele mooie zuinige koers kreeg Elroy Boko. Eens kijken of die zo dadelijk dan in die laatste bocht nog wat paarden kan passeren.
We koers af op de laatste bocht en het is El Ageni. Die gaat op dit moment als een winnaar, maar op de tweede plaats zet Chiquita GS toch nog een keer de tanden op elkaar. En die komt daar wat dichterbij. El Ageni, Chiquita GS, dat is de tweestrijd. En aan de wijde buitenzijde komt daar El Roy Boko naar voren, mogelijkerwijs voor plek 3. We gaan op de laatste meters en het is El Ageni, die gaat het hier heel gemakkelijk winnen. El Ageni is de winnaar, tweede inderdaad, Chiquita GS. Derde wordt dan de 1 en dat is El Roy Boko.